geschiedenis begint ergens halverwege de 19e eeuw, als geleidelijk aan de inzichten ontstaan dat het toch droevig gesteld is met de zorg voor psychiatrische patiënten en anderen die daarmee gelijkgesteld werden, onmaatschappelijke zwervers, bedelaars, je kunt het zo gek niet bedenken, het werd allemaal op één hoop gegooid en onder toch tamelijk treurige omstandigheden gehuisvest, opgesloten, bewaakt. Van verpleging of verzorging was natuurlijk nauwelijks enige sprake. Het was een kwestie van opbergen en bewaken. En halverwege de 19e eeuw, mede onder invloed van initiatieven uit Frankrijk en Engeland en ook uit Duitsland, dringt ook in Nederland door dat er toch een taak is weggelegd in eerste instantie voor de overheid om daarin verbetering aan te brengen. En die overheid die probeert dat met een wat weinig fundamentele krankzinnige wet van 1842, als ik me goed herinner, die weliswaar geen enkel machtsmiddel of sanctie bevat en de overheid had ook nauwelijks financiële middelen om de gewenste verbetering tot stand te brengen. En pas tegen het eind van de 19e eeuw ontstaan er daadwerkelijk initiatieven om tot verbetering te komen. En die vinden dan hun oorsprong en hun basis in de krankzinnige wet van 1884. Die biedt inderdaad de mogelijkheden tot particulier initiatief op het gebied van verzorging en verpleging voor krankzinnige zenuwleiders enzovoort. In het toen al tamelijk verzuilde Nederland is het geen wonder dat beneden de grote rivieren dat initiatief grotendeels ter hand werd genomen door mensen van katholieke nominatie. En boven de grote rivieren is dat grotendeels gebeurd door mensen van de gereformeerde zuil. En dat is op zich tamelijk opvallend, omdat de belangrijkste protestante nominatie destijds de Nederlandse hervormde was. En de gereformeerden toch nog maar nauwelijks in opkomst waren en zich aan het ontwikkelen waren als een te emanciperend volksdeel. Nou ja, hoe dan ook, en wat ook de motieven zijn geweest, zij hebben de koe bij de horens gevat en zijn zeer voortvarend te werk gegaan, mag je wel zeggen. Al kort na het aannemen van de krankzinnige wet 1884 ontstaat het psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk in Ermelo van de Vereniging tot Christelijke Verzorging. Kort daarop gevolgd door Bloemendaal. En dan als middelste dochter is Dennenoord-Zuid-Laren aan de beurt. Om later gevolgd te worden, begin 20e eeuw, heb je het dan al over Wolf Heze, psychiatrisch ziekenhuis. In, als ik me goed herinner, 1909 de Valeriuskliniek. Echt de psychiatrische universiteitskliniek verbonden aan de Vrije Universiteit. En tenslotte in, ik meen, 1926 of daaromtrent, het psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang in Bennebroek. En dat is toch een opzienbarende prestatie in een zodanig kort tijdsbestek om zoveel van die toch wel zeer grote instituten uit de grond te stampen. Dat vereist toch wel, denk ik, respect en waardering. Waar we het in dit verband vooral over zullen hebben, is natuurlijk Dennenoord. En zoals je al zei, Dennenoord is de middelste dochter van de vereniging. En is ook enige tijd, heb ik uit de boeken begrepen, het grootste psychiatrisch ziekenhuis van de vereniging geweest.
Dennenoord dateert van 1895. En de locatie is gekozen om vooral vanwege de ligging aan de, tegen de Groningse grens aan, om vooral Groningse patiënten te kunnen bedienen. Want de financiering van dit soort instellingen was voor een belangrijk deel afkomstig van provincies die contracten moesten afsluiten voor verpleegplaatsen. En door de ligging hier op de locatie Zuid-Laren kon de vereniging met het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord zowel Groningen bedienen als Drenthe. Waarom Zuid-Laren? Er werd gekozen naar landelijke locaties, bij voorkeur ook niet al te duur, en goed met openbaar vervoer bereikbaar. Nou, die bereikbaarheid, dat klopte wel. Er liep hier een tramlijntje langs het terrein dat aansluiting gaf op het station in Tinalo en vandaar de trein naar Assen en Groningen. Aan de keuze voor Zuid-Laren en uiteindelijk het terrein Dennenoord ging een aantal belangrijke overwegingen vooraf. Een van de belangrijkste overwegingen is dat de Vereniging tot Christelijke Verzorging vanaf het allereerste begin heeft gekozen voor psychiatrische inrichtingen volgens het paviljoenmodel. Paviljoenstelsel wordt dat ook wel genoemd. Dat in tegenstelling tot de psychiatrische inrichtingen die het corridorstelsel kenden. Dat zijn, denk aan Merenberg bijvoorbeeld, dat zijn vaak ontzettend grote gebouwen met hele lange gangen, soms wel van 100 meter, met ter weerszijde celletjes. Daarvoor heeft de vereniging vanaf het allereerste begin niet gekozen. Er is gekozen voor de paviljoenopzet. En dat had een aantal redenen. Een reden is dat je op die manier aan geleidelijke groei van het instituut kon werken zonder massale investeringen in één keer vanaf het allereerste begin. Een economische overweging. Het had een zorginhoudelijke overweging in de zin dat je op die manier volgens het paviljoenstelsel in verschillende gebouwen, verschillende categorieën patiënten, zowel naar sekse als naar ziektebeeld, gedifferentieerd kon huisvesten. Een klein bijkomend voordeel was ook nog het verdelen van brandgevaar. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar in die tijd werd alles nog met kolenkachels en met hout gestookt. En het waren toch, hoe je het went of keert, tamelijk brandbare gebouwen met een risicopopulatie. Dus dat paviljoenstelsel, dat spreidde ook het brandgevaar. En het paviljoenstelsel paste ook bij de zorgopvattingen van de vereniging, waarna gestreefd werd om patiënten te huisvesten in kleinschalige woongemeenschappen die het karakter van een christelijk gezin hadden. Dat waren zo een aantal overwegingen en voordelen van het paviljoenstelsel. Nadeel was dat het uiteindelijk duurder bouwen was als je je hele capaciteit gereed had. Duurder dan wanneer je dat in één keer in één groot gebouw doet. Het voordeel was dat je het geleidelijk kon betalen. Een nadeel was de personeelsintensiteit. Die verspreide gebouwen vergden meer personeel, dat in die tijd overigens ook nog grotendeels inwonend was. In vergelijking met één massaal gebouw. Massaal één groot gebouw is makkelijker te beveiligen, heeft een kleiner ontvluchtingsrisico, zoals dat destijds heette. En last but not least, al die verspreide gebouwen waren ook wel een beetje lastig voor de dokter die het rondreizend circus moest bedienen. Als een soort ambulante arts. En pas veel later,
bleek het paviljoenstelsel ook de kiem in zich te dragen van eilandjes vormen en staat binnen de staat vormen. Een heel bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het paviljoen Dennendal van de Willem Arnold Stichting in Den Dolde, waar zo eind jaren 60 de revolutie uitbreekt en in feite de basis wordt gelegd voor een beweging die destijds de antipsychiatrie werd genoemd. Dat kon natuurlijk makkelijk in zelfstandige gebouwen waar personeel en patiënten zich toch wat beter konden onttrekken aan centraal toezicht dan wanneer dat allemaal in één groot gebouw zit. In de historie van Dennenoord is er ook iets dergelijks geweest, heb ik begrepen, ergens in de jaren 70 rond het paviljoen Rozenhof, dat toen nogal omstreden was en er nogal eigen opvattingen over op nahield. Dat was de keuze voor het paviljoenstelsel. Daar moest je een locatie bij zoeken. Die locatie moest met openbaar vervoer bereikbaar zijn. Want met de bestrating in Nederland was het nog, afgezien van enkele beklinkende Rijksstraatwegen, tamelijk droevig gesteld in die jaren. Langs Dennenoord terrein liep een tramlijntje, dus dat kwam goed uit. Bovendien was het een voordeel dat het terrein ook niet al te duur was. Het was tamelijk marginale grond en van redelijke bebossing voorzien. En destijds heeft de vereniging dit terrein van, ik meen, 53 hectare toen gekocht voor 11.000 gulden. En naar huidige maatstaven een koopje natuurlijk. Al vrij snel werd een architect in de arm genomen en ik meen dat dat vanaf het allereerste begin de architect Hoeksema is geweest, die een ontwerp maakte voor een administratiegebouw, 4 paviljoenen, enkele dienstgebouwen en een directeurswoning, en dat geheel werd voor 172.000 gulden gerealiseerd, wat ook, kijkend naar de huidige kosten van nieuwbouw, een koopje genoemd mag worden. De bouwstijl uit die beginperiode zou je kunnen kenmerken als eclecticistisch. Van alles een beetje, wat klassieke invloeden, wat renaissance-achtige invloeden. Misschien ook een klein vleugje jugendstil al, ik weet niet of dat geantidateerd is. Maar je vindt daarvan op het terrein Dennenoord nog een paar voorbeelden. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk het hoofdgebouw. Een tweede, de watertoren. Een deel van het economiegebouw en het paviljoen Randwijk, waar tegenwoordig adviesbureau De Groot gehuisvest is. En kenmerkend voor die bouwstijl en het werk van Hoeksema, dat zijn de metselwerkversieringen met gele steentjes. En her en der op het terrein, met name de gebouwen die ik zojuist noemde, vind je die versieringen met gele steentjes terug. De watertoren zelfs in de vorm van een ingemetselde spiraal. Dat is heel kenmerkend voor die periode. Of de paviljoensgedachte toen al helemaal fundamenteel is doorgevoerd, daar kun je trouwens vraagtekens bij stellen, want dat administratiegebouw, wat dan tegenwoordig het hoofdgebouw heet, dat was voor het overgrote deel patiëntenhuisvesting. De linkervleugel en de rechtervleugel waren gereserveerd respectievelijk voor mannen dan wel voor vrouwen. En uitsluitend het middendeel van het hoofdgebouw diende voor huisvesting van administratieve functies en niet te vergeten de bestuurskamer die nog steeds boven de hoofdingang te vinden is. Dus toen was er eigenlijk ook sprake van toch een tamelijk groot paviljoen, als je het zo wilt noemen. Dus helemaal consequent naar die kleinschalige paviljoenbouw is dat niet vertaald in die beginfase. Al vrij snel
nam het aantal paviljoenen toe. Er werd uiteraard ook een kerk in het midden gebouwd, een watertoren. En de capaciteit van Delta Noord liep in een beperkt aantal jaren op van de aanvankelijke pak een beetje 100 plaatsen naar toch gauw 400, 500 plaatsen, wat een aanzienlijk instituut was. Dat was de beginfase. Geleidelijk aan werd dat terrein dus ook steeds voller bebouwd. En werd daar ook een wegen- en een tuinstructuur bij bedacht om het geheel een aantrekkelijk aanzien te geven. Heel bekend zijn bijvoorbeeld de foto's die hier vanaf het begin van de hoofdlaan zijn gemaakt, met het grote hek gesloten en het kleine personenhekje half open. En dan zie je een hele lange bomenlaan, lommerrijke laan, tot aan het Witte Huis toe. Nou, dat is tegenwoordig heeft dat een wat meer open karakter. Maar destijds werd ook wel eens gesproken van het landgoed Delta Noord. Niet dat Delta Noord ooit een landgoed is geweest. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het terrein van Bloemendaal bij Den Haag. En niet te vergeten Veldwijk in Ermelo. Dat waren van oorsprong landgoederen. Maar de term landgoed Delta Noord had natuurlijk ook een zekere PR-waarde, zeker de attractiewaarde voor bezoekers, familieleden, donateurs en andere lieden die gestrikt moesten worden met een mooi verhaal. En dat gebeurde ook op open dagen, eens in de zoveel tijd. Meestal in het voorjaar dan werd de populatie mooi gekleed in het zonnetje gezet voor het paviljoen. Daar werden foto's van gemaakt, ansichtkaarten van gefabriceerd en kon de bezoeker kennis nemen van het landgoed Delta Noord en de prima verzorging daar. Hoe dan ook, het zag er inderdaad geleidelijk aan als een landgoed uit en had in de beginjaren ook een duidelijk carré-vormige wegstructuur. Als je hele oude foto's ziet, en ik denk dat die vanaf de watertoren genomen zijn, dat weet ik niet zeker, dan zie je inderdaad een hele carré-vormige structuur van wegen en opstelling van paviljoenen. En het is mij nooit precies gelukt om te achterhalen wanneer daar verandering in is gekomen. En ook aan deze kant, zeg maar de oude Delta Noordkant, in tegenstelling tot de overkant van de weg, het Noorden Sanatorium, maar daar kom ik zo nog over te spreken. Waarom aan deze kant van de weg geleidelijk aan toch ook is overgegaan tot een wat meer op Engelse landschapsparken gelijkende tuinaanleg met bochtige wegen, gazons en beplantingsgroepen. Ik heb mij wel eens laten vertellen dat dat destijds is gebeurd bij een bouwstroom aan het eind van de jaren 20, toen om vooral economische redenen ook afstand werd genomen van al te kleine paviljoenen. En toen zijn de paviljoenen Veldzicht, Parkzicht, Zonneheuvel en Vredestein in kort tijdsbestek achter elkaar gebouwd. En dat waren toch paviljoenen die onderdak boden aan pak een beetje 60 patiënten in plaats van de gebruikelijke 20 à 30. In die tijd, toen die paviljoenen nieuw gebouwd zijn, en gelukkig zijn er nog twee van over, Zonneheuvel en Vredestein, Parkzicht en Veldzicht zijn gesloopt. In die tijd schijnt ook, heb ik mij laten vertellen, het terrein aangepakt zijn en is de wegenstructuur wat veranderd. Wat meer ronder, wat anders geworden. Hoe dan ook, het bleef natuurlijk ook in die tijd nog een gesloten inrichting. Het hek zat nog steeds dicht. Uit die periode vanaf begin jaren 30 valt toch te vermelden dat Delta Noord zich steeds meer ontwikkelde tot een soort
autarkische, zelfverzorgende samenleving. Een dorp op zich. Met alle voorzieningen op het eigen terrein. Uit die periode stamt de slagerij, worstmakerij, tegenwoordig het gebouwtje achter het hoofdgebouw met de hoge schoorsteen van de worstrokerij, die staat er nog op. Dus echt de moeite waard om dat eens te bekijken. En in de kelder zitten volgens mij de pekelbakken nog waarin het vlees werd gepekeld om de houdbaarheid te verbeteren. Uit die periode stamt ook de boerderij, die inmiddels al is afgebroken. Niet eens zo heel lang geleden. En tal van dienstgebouwen en therapiegebouwen. Therapie was van aanvang aan al in zwang in de ziekenhuizen van de vereniging. Want ledigheid was des duivels oorkussen. Maar geleidelijk aan was dat niet alleen maar meer bezighouden om de onrust te beperken of af te leiden, maar diende het ook een duidelijke therapeutisch en emancipatorisch doel. Daar zijn het bekendste voorbeeld van zo'n gebouw hier op het terrein is Zuidend, destijds Zuidertherapiegebouw geheten. En toen ik hier begin jaren 80 kwam werken, was dat inderdaad nog fullscale therapiegebouw met rietvlechterij, boekbinderij, mattenmakerij, wasknijperafdeling en alle bekende zaken die je zo al in therapiegebouwen aantrof. Die autarkie van Dennenoord is heel sterk doorontwikkeld. Dat was heel erg opvallend. Op een gegeven moment hadden we hier alles in eigen beheer. Een schilderswerkplaats, een smederij, een elektriciënsafdeling. Er was een bouwbedrijf. Het schildersbedrijf had ik al gezegd. Een herenkapsalon, een dameskapsalon. Een kledingwinkel voor patiënten, een verstelkamer. Je kon het zo gek niet bedenken. Een schoenmakerij waar orthopedisch schoeisel werd vervaardigd. Alles was in eigen beheer aanwezig. En iedere professie had ook zijn eigen vakman die de baas was over zijn eigen vakgebied. Het waren allemaal koninkrijkjes, een bonte verzameling. Toen ik in 1982 hier hoofd civiele dienst werd, gaf ik leiding aan 16 afdelingshoofden. De meeste daarvan gaven uitsluitend leiding aan zichzelf en aan hun eigen vakgebied. Maar het waren er wel 16 waar ik iedere week mee om tafel zat. Zover was dat doorgevoerd. En dat is eigenlijk vanaf begin jaren 80 in een rap tempo afgenomen. Toen zette toch de beweging door dat Dennenoord zich meer naar buiten ging ontwikkelen. Dan zijn ook de eerste discussies erover of bepaalde categorieën patiënten hier op het terrein wel thuis horen. Zo halverwege de jaren 80 zijn grote aantallen verstandelijk gehandicapten hier van het terrein verdwenen naar een meer passende huisvesting Sint Maheert in Tolbert. Toen was toch echt het inzicht doorgebroken dat die mensen niet thuis horen op een psychiatrisch ziekenhuisterrein. En een tweede categorie die toen verbijzonderd werd, dat waren de psychogeriatrische patiënten. Echt, die we tegenwoordig kenschetsen als verpleeghuispatiënten. Die werden bij elkaar omgebracht in het gebouw De Enk, het semi-permanente gebouw dat inmiddels ook al voor de helft gesloopt is. Dus wie dat nog wil zien, die moet gauw even naar het restant kijken. Het heeft het overigens voor een semi-permanent gebouw vrij lang uitgehouden. Van 1970, 71 meen ik, tot in 2007 de nieuwe Enk hier naast in gebruik is genomen.
Dus voor een gebouw dat oorspronkelijk bedacht was voor een levensduur van 20 jaar, heeft het zijn geld wel opgebracht. Het was wat destijds in de jaren 70 heel veel werd toegepast, de jaren 60 en 70, in schoolgebouwen. Het was het bekende systeem verlaatshoutbouw. Ik geloof het Frans Hoop. In die jaren kwam de naoorlogse geboortegolf zo'n beetje de lagere scholen binnenstromen. En er moesten in een rap tempo in Nederland allerlei scholen gebouwd worden. En toen had men in de gaten dat die behoefte van tijdelijke aard zou zijn. Om die geboortegolf door de schooljaren heen te helpen. Dus daar heeft dat houtbouwbedrijf goede zaken mee gedaan. En op die bouwsystematiek is de enk ontworpen. Gewoon een vaste stramienmaat. Heel erg dwingend, ook de gevelverdeling qua ramen en zo. Het is echt de moeite waard om nog eens even langs de restanten van dat gebouw te lopen. Om eens te kijken hoe dat eruit zag. Want ik denk dat over een half jaar de andere helft ook gesloopt zal zijn. Dus het kan nu nog net. Maar dat was eind jaren 60, helemaal het begin van de jaren 70, ook zo'n beetje het laatste patiëntengebouw in die tijd wat vernieuwd werd. Toen nog niet uitsluitend voor psychogeriatrische verpleeghuispatiënten, maar nog veel meer voor de verplegingsbehoeftig geworden oudere chronische psychiatrische patiënten. En pas later, in halverwege de jaren 80, is die differentiatie ontstaan en heeft de ENK ook een afzonderlijke erkenning als verpleeghuis gekregen, los van het psychiatrisch ziekenhuis. Vanaf dat moment moesten we ook steeds spreken over Dennenoord en de ENK. Dennenoord met 609 bedden en de ENK met 122, meen ik me te herinneren. Oh ja, en er waren 5 dagbehandelingsplaatsen. Dat was toen ook al heel erg modern. Als je kort achter elkaar een aantal bouwgolven zou moeten noemen en zou moeten karakteriseren, dan heb je natuurlijk de initiële bouw vanaf 1895, die ongeveer tot 1910 heeft geduurd, toen een belangrijk deel van de patiëntenhuisvesting was gerealiseerd. Daaropvolgend een tweede bouwgolf eind jaren 20 met de karakteristieke paviljoenen die nu nog bestaan, Zonneheuvel en Vredestein. En daar waren er nog 2 van Parkzicht en Veldzicht die inmiddels helaas zijn gesloopt. Uit de eerste bouwgolf, dat is ook wel vermeldenswaard, zijn ook 2 paviljoenen die een ander aanzien hebben gekregen. En dat is merkwaardigerwijs het paviljoen Lagerhout, dat een gemoderniseerde buitenschil heeft gekregen. En de Rehorst. Het gebouw de Rehorst ziet eruit als een jaren 50 gebouw, maar schijnt een van de oudste paviljoenen van Dennenoord te zijn met een nieuw jasje eromheen. Dat zijn wel aardige details. Maar goed, ik was gebleven bij de bouwgolf van Vredestein, Zonneheuvel, Parkzicht en Veldzicht. Dan in de jaren 30 wordt er veel gebouwd voor diensten en therapiegebouwen. Onder andere de wasserij, de slagerij zijn toen gerealiseerd. En ook een aantal therapiegebouwen. Dan loop je al vrij snel naar de Tweede Wereldoorlog toe. En dan staat het zo'n beetje stil. Alleen vlak voor de Tweede Wereldoorlog is er toen nog de nieuwbouw geweest van het Noordersanatorium als open afdeling aan de andere kant van de straatweg. En het verschil was dat een afdeling was waar mensen zonder rechterlijke machtiging opgenomen konden worden, behandeld werden en ook zonder juridische titel weer ontslagen konden worden. Vandaar ook dat niet de inrichting was, maar het sanatorium. Bediende ook een andere doelgroep, mogelijkerwijs ook een meer kapitaalkrachtige doelgroep. En ja, iedereen zal erover eens zijn dat het gebouw
van Egbert Reitsema, een bekende architect. Met een daaromheen aangelegd landschapspark met vijver van de landschapsarchitect Jan Vroom. Dat dat toch een pareltje is van gestichtsarchitectuur uit de jaren 30. Het is niet voor niks op het moment een Rijksmonument, inclusief de directeursvilla die ernaast gebouwd is voor de toenmalige directeur Dr. Wetter bij de Rijksmonumenten. Die, ik meen, in 1935 gereed zijn gekomen, maar even in gebruik is geweest het Noordersanatorium voor patiëntenhuisvestingen, meteen in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers is gevorderd en de hele Tweede Wereldoorlog door Duitse militairen in gebruik is geweest en in 1945 in redelijk uitgewoonde staat weer terug werd geleverd. Dat is even vermeldenswaard uit de jaren 30. Om te beginnen, maar dat weet ik vanuit een andere functie in diezelfde periode, is namelijk het Bonifatius Hospitaal in Leeuwarden nieuw gebouwd, 1934. En in de geschiedenis daarvan heb ik me destijds verdiept toen ik daar werkzaam was. En toen bleek ook dat er met name in die crisistijd ontzettend goedkoop gebouwd kan worden. Bouwen was in die jaren redelijk goedkoop. En in de algemeenheid moet je bedenken dat bouwkosten maar een fractie bedragen van de exploitatiekosten van een inrichting of van een ziekenhuis. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de relatief lage rente uit die jaren, plus het feit dat die gebouwen in 50 jaar werden afgeschreven. Dus die drukte niet zo zwaar op de exploitatie. Exploitatieprobleem gaf nieuwbouw zelden. De kunst was natuurlijk wel om het gefinancierd te krijgen. Je moest daar hypotheken voor krijgen. En op enig moment werd dat makkelijker omdat de overheid garanties afgaf voor de aflossing van die hypotheek. En dan zijn banken ineens ook weer een stuk toeschietelijker. Dus ik denk dat dat fenomeen ook een rol heeft gespeeld bij de keuze voor het Noordersanatorium. Die kapitaalslasten, daar was nog wel overheen te komen, die stichtingskosten. De bouw op zich was niet duur. Er zijn ook heel veel patiënten aan het werk geweest. De hele vijver die er nu nog ligt is door patiënten uitgegraven. En hoe je het ook bent of keert, het is een tot op vandaag de dag een fenomenaal gebouw in een prachtig park. Helaas ontbreken de laatste 10 jaar de financiële middelen om dat echt in goede staat te onderhouden. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor het terrein aan deze kant van de weg. Dat was vroeger ook aanzienlijk intensiever onderhouden dan dat nu het geval is. Tweede Wereldoorlog zijn we dan aangeland. Dan staat het even stil. Niet letterlijk. Het was een zeer roerige periode waarin hele populaties patiënten hierheen verhuisd zijn. Het terrein zat mutvol met patiënten. Het Noordersanatorium was in gebruik van door de Duitsers. En aan het eind van de oorlog moest op een dramatische manier het hele terrein ontruimd worden. Er zijn mensen, patiënten naar huis gegaan voor wie dat kon. En een grote categorie is toen overgebracht naar Franeker. Een dramatische tocht geweest waarbij ook, ik geloof, ongeveer 50 patiënten om het leven zijn gekomen. En in 1945 zijn de meesten toch wel weer teruggekeerd hier. En normaliseert de situatie zich hier. En wordt er verder ook niet al te veel over die periode gesproken, is mijn indruk. Men had wel andere dingen aan het hoofd dan achterom kijken. Opmerkelijke nieuwbouw uit de jaren 50 is toch zeker het Zuiderpaviljoen. Grootschalig gebouw. Enerzijds mannenkant, anderzijds vrouwenkant. Het was ook het opnamepaviljoen, zoals dat toen werd genoemd. Dus vrij recent, helemaal gerenoveerd en uitgebreid voor de doelgroep ouderenpsychiatrie, heb ik begrepen.
Maar het aanzien van het oorspronkelijke gebouw is nog heel goed te traceren, hoe dat eruit heeft gezien. Heel kenmerkende architectuur voor de jaren 50. Nou, bijvoorbeeld in tegenstelling tot de jaren 30 architectuur zijn de dakoverstekken veel kleiner en de dakhellingen geringer, wat vlakker. Dat is een heel kenmerkend verschil. Ja, en de rest heeft toch te maken met de entreepartij, een stoepje, wat stalen kozijn en de vlakverdeling daarin. Hier en daar een betongestort muurtje met een ronde uitsparing. Zoals je die bijvoorbeeld ook bij de aangepaste bouw van de Reehorst vindt. Die zijingang, daar zitten dan ineens twee van die muurtjes met zo'n gat erin. Ja, dat vond men in die tijd mooi. Dat is echt uit die periode, dateren van de particuliere huisvesting ook vrij veel bungalows. Ik ben geboren en getogen in Soest, waar nogal wat duurdere burgerbehuizing is. En al die platte bungalows die hebben ook dat soort details. Beetje, ja, vergeet me daar, een beetje rietveldachtige trekjes her en der. Niet echt consequent doorgevoerd natuurlijk, maar eerste wat grotere bouwinitiatief voor patiëntenhuisvesting is dan vervolgens het psychogeriatrisch verpleeghuis De Enk, zoals dat tegenwoordig heet, en dat is toen gebouwd voor een categorie ouder geworden, verplegingsbehoeftig geworden, chronisch psychiatrische patiënten. Veel glas, niet geïsoleerd, enkel glas. Een niet geïsoleerd plat dak en dat allemaal bij een vloeroppervlak van 5500 vierkante meter. Dus je kunt je voorstellen wat dat in latere jaren voor energiekostenpost is geweest. Enerzijds in de winter om het ding warm te krijgen en anderzijds in de zomer om hem koel te houden. Dan staat het zo'n beetje stil met patiëntenhuisvesting. En heb je een opvallende beweging in bouwactiviteiten naar prestigeobjecten. Het bekendste daarvan is denk ik wel het gebouw De Kimme. Met een schouwburgzaal met 400 zitplaatsen, een complete sporthal, een filmzaal, een sociëteit voor patiënten, tal van kleine therapie- en hobbyruimte. In de kelder een compleet ingerichte radiostudio. Latere jaren de fameuze discotheek De Klats, waar de huisband Eyelash regelmatig optrad. En het bier rijkelijk vloeide, maar dan zitten we al in het begin van de jaren 80. Dat was één zo'n prestigeobject. Het andere prestigeobject was het complex De Schakel, waarin vervangende nieuwbouw werd gerealiseerd voor de centrale keuken, het centraal magazijn, een groot patiëntenrestaurant en een personeelscentrum met eigen bruin café, hobby- en vergaderruimte. Het is heel opvallend dat in die tijd de aandacht naar dergelijke voorzieningen uitging. Terwijl de bouw van adequate patiëntenhuisvesting al geruime tijd stil stond. Toen ik hier in 1982 in de zomer begon, werd ik rondgeleid door de toenmalige directeur Pim Hoevenaar. Die was nog maar net een jaar algemeen directeur. En ik sprak mijn verwondering uit over die grote objecten. Zoals De Kimme en De Schakel. Ja, dat is allemaal mooi en aardig en daar kun je wel blij om zijn. Maar nu moet je maar eens heel snel gaan kijken naar de patiëntenhuisvesting, want daar is geruime tijd niks aan gebeurd. En dat wordt ook wel de hoogste tijd. En die vertelde mij toen ook het verhaal van de verplichte nieuwbouw. Eind jaren 70 was er al een visitatie geweest vanuit het ministerie van Volksgezondheid bij psychiatrische ziekenhuizen om
kwaliteit of het gebrek daaraan de huisvesting van psychiatrische patiënten vast te stellen. En na aanleiding van die visitatie kreeg Dennenoord de aanwijzing om in rap tempo 122 plaatsen vervangende nieuwbouw te plegen. Zo erbarmelijk zag sommige patiëntenhuisvesting eruit. En een aantal van die dingen heb ik ook met eigen ogen nog gezien. Van die oude paviljoenen rond de kerk waar verplegingsbehoeftige patiënten op zolder lagen met houten schotjes tussen de bedden. Dat was geen vrolijk gezicht. En zeker niet passend bij de kwaliteitsopvattingen van de jaren 80. Die vervangende nieuwbouw werd gerealiseerd in de vorm van het paviljoen Beukenrode, Eikenstein en, dat was heel nieuw, de sociowoningen Akkerhoven. Ook een beetje gesitueerd aan de rand van het ziekenhuisterrein om wat integratie met het dorp te suggereren, maar nog wel degelijk op het terrein zelf gesitueerd. Uit de aard van de snelheid waarmee ze gerealiseerd moesten worden, ja, een soort standaard paviljoenen, Bosrand, later Beukenrode genaamd. Want de naam van het gebouw is destijds meegegaan met de therapeutische gemeenschap die naar een ander gebouw verhuisde. En die therapeutische gemeenschap die heet ook de Bosrand. Dus toen is de gebouwnaam met de patiëntengroep verhuisd en heette de Bosrand ineens Beukenrode. En Eikenstein, tegenwoordig nog steeds Eikenstein. Dat zijn wat men toen noemde multifunctionele gebouwen voor huisvesting van psychiatrische patiënten van allerlei soort en pluimage, inclusief separeervoorzieningen die desnoods als kantoortjes gebruikt konden worden, maar ze zaten er wel in. Dat was de verplichte aanwijzing. Dientengevolge kon een klein aantal, ik meen twee van die oude paviljoenen, gesloopt worden. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. De eerste die gesloopt werden, dat waren Dennenhof en Beukenrode. En later de Borgwal. Dat waren die oude paviljoenen nog uit de begintijd van Dennenoord, die zo rond de kerk stonden. Dan ontstaat al vrij snel de gedachte dat er toch wel dringend behoefte is aan een veel omvangrijker vervangende nieuwbouw van patiëntenhuisvesting dan die eerste, min of meer verplicht opgelegde bouwgolf die ik zojuist genoemd heb. En dan begint de ontwikkeling en het ontwerpen van een bouwproject, en dat hebben we merkwaardigerwijs, omdat de gebouwen geen naam hadden, voortdurend genoemd de 70 bedden. En dat is de beige kleurige geschakelde bouw tegenover het personeelscentrum, de schakelende keuken en het Westertherapiegebouw. Dat lange lint van aaneengeschakelde woningen voor verzorgingsbehoeftige en verplegingsbehoeftige chronische psychiatrische patiënten. De ontwikkeling daarvan had ook alles te maken met het feit dat het verpleeghuis De Enk toen een eigen erkenning als psychogeriatrisch verpleeghuis kreeg en niet langer psychiatrische patiënten huisvestte. Het ontwerp van die afdeling heeft vreselijk lang geduurd. Het was een van de eerste projecten van de verdienstelijke architect Wim Harms uit Veendam, die later veel meer gerealiseerd heeft hier op het terrein, maar daar kom ik nog later over te spreken. En ik geloof dat hij drie ontwerpen heeft moeten maken. En dat
nou ja, met de nodige tegenzin het derde ontwerp dan uiteindelijk het maar moest worden. Maar dat heeft vreselijk lang geduurd. En ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat we op een druilerige najaarsmiddag in de regen de eerste steenlegging daar hadden. Uiteraard voorzien van toespraken, onder andere van de regionaal inspecteur voor de geestelijke gezondheidszorg, de heer Remmels van Veldhuizen, die het allemaal maar niks vond. Die nieuwbouw op psychiatrische ziekenhuisterreinen en die ook voorspelde dat een nieuwbouw al verouderd zou zijn op het moment dat die gereed was. Nou, dat is niet helemaal uitgekomen, want tot vandaag de dag, en we zijn nu bijna 20 jaar verder, woont daar nog steeds een categorie ouder geworden chronisch psychiatrische patiënten tot grote tevredenheid. In de loop van de jaren 80 zie je inderdaad dat het hart van het Dennenoordterrein leeg raakt. En dan worden de paviljoenen Borgwal, Beukenhof en Dennenhof gesloopt. En zo rond de kerk ontstaan dan lege plekken. Tegelijkertijd zijn er ook daar twee dienstwoningen gesloopt. En het omstreden theehuis, wat nog een hele demonstratie is geweest, want het rietgedekte theehuis moest behouden blijven, maar is uiteindelijk toch gesloopt. En dat alles onder invloed van de gedachte dat de psychiatrie meer moest integreren met de omliggende woonbebouwing. En dat zie je ook aan de situering van de sociowoningen Akkerhoven aan de rand van het terrein. En later de nieuwbouw voor de woon-werkvoorziening voor autisten, die ook daar aan de Schipborgenweg is gerealiseerd. En het hart van het terrein raakt leeg. Daar staat dan alleen nog het economiegebouw, de watertoren en het hoofdgebouw. En dat gaf weer te denken van, moet dat zo doorgaan? Uiteindelijk is daar een hele discussie over gevoerd die samenhing met de vervangende nieuwbouw van het verpleeghuis De Enk. Zoals gezegd is De Enk in 1970 gebouwd semi-permanent voor 20 jaar. En is ook eigenlijk vanaf begin jaren 90 al gewerkt aan vervangende nieuwbouw voor het verpleeghuis De Enk. Maar dat heeft heel veel voeten in de aarde gehad. Niet in de laatste plaats vanwege de locatiekeuze. Aanvankelijk was De Enk gedacht op de plek waar vroeger de boerderij van Dennenoord stond, om op die manier wat aansluiting te vinden bij de woonbebouwing van West-Laren. Dat waren destijds de maatschappelijke opvattingen. Eigenlijk was men van mening dat een psychogeriatrisch verpleeghuis helemaal niet thuis hoorde op het terrein van een psychiatrisch ziekenhuis. Nou, dat voornemen, dat is uiteindelijk losgelaten. En toen is besloten dat De Enk gebouwd zou worden op de plaats langs de Hoofdlaan, waar die nu staat. Op de plaats waar de drie personeelsflats in de jaren 60 waren gebouwd. Die overigens maar een jaar of 20 als personeelsflat gediend hebben. En toen als patiëntenhuisvesting in gebruik zijn genomen. Waar ze uiteraard ook niet erg geschikt voor waren. Maar goed, om op de plek van die flats De Enk te kunnen bouwen, de nieuwbouw voor De Enk neer te kunnen zetten, moest er eerst vervangende nieuwbouw plaatsvinden voor de patiënten die in die voormalige personeelsflats woonden. En die nieuwbouw is toen in een soort jaren 30 paviljoenstijl gerealiseerd op de leeggevallen plekken zo rond de kerk. Daar zijn toen drie nieuwe paviljoenen gebouwd voor chronisch psychiatrische patiënten met een beetje jaren 30 uitstraling. Zo'n twee etage baksteenbouw met een pannendak en goede dakoverstekken. En dat had weer zijn oorsprong in de aanwijzingen die Dennenoord had gekregen van monumentenzorg. Inmiddels was het terrein beschermd dorpsgezicht. Waren er rijksmonumenten aangewezen. De belangrijkste, het Noorder Sanatorium,
de dienstwoning daarnaast, ook van Reitsema, die één geheel vormt met de bouw van het Noordersanatorium. Maar ook het hoofdgebouw en de watertoren zijn rijksmonumenten geworden. Het terrein was aangewezen als beschermd dorpsgezicht en een aantal gebouwen had de bestemming gekregen, gemeentelijk dan wel provinciaal monument. Onder invloed daarvan is destijds door de gemeente een nieuw bestemmingsplan voor Dennenoord vastgesteld. Het terrein ook verkaveld in bouwblokken waar gebouwd mocht worden. Precies binnen die grenzen. Nou, dat gaf enerzijds wat beperking aan de vrije besteding van het eigen terrein. Anderzijds gaf dat bestemmingsplan ook een soort beschermde status aan het Dennenoordterrein. En was dat niet beschikbaar voor iedere willekeurige ontwikkeling die je maar kon bedenken. Dat in tegenstelling tot veel andere psychiatrische ziekenhuisterreinen in die periode, die meer of meer vogelvrij verklaard werden en verkocht aan projectontwikkelaars of onteigend door de gemeente. Daar zijn tal van voorbeelden van hoe dit soort oorspronkelijke psychiatrische ziekenhuisterreinen zijn verworden tot halfslachtige woonwijken en andere bestemmingen. Een heel bekend voorbeeld daarvan is toch het terrein van Bloemendaal, waar denk ik op het moment meer sprake is van een woonwijk, een wat beter gesitueerde woonwijk voor Den Haag dan van een psychiatrisch ziekenhuis. Dat is Dennenoord dankzij dat nieuwe bestemmingsplan en de monumentale status bespaard gebleven. En daaruit voortvloeide ook weer de gedachte dat het hart van het terrein weer bebouwd moest worden met die drie paviljoenen die ik noemde. Nou, toen die waren gerealiseerd konden de flats gesloopt worden en in diezelfde jaren 30-achtige bouwstijl, ook weer van de architect Wim Harms uit Veendam, die buitengewoon geduldig al dit soort procedures meemaakte en uiterst beminnelijk de zaak weer eens even een half jaar op de plank legde tot wij weer zover waren dat we verder konden, is daar door als ontwerp van Wim Harms uit Veendam de nieuwe Enk gerealiseerd, zoals die er nu staat. Dan zijn we inmiddels al helemaal aan het eind van de jaren 90, begin van de 21ste eeuw beland. Ondertussen is er een geweldige beweging om psychiatrische ziekenhuizen leeg te laten stromen. Inmiddels was Dennenoord gefuseerd met de RIAG Groningen, de RIBW Groningen en met het psychiatrisch ziekenhuis Groot-Bronswijk in Wagenborgen. En in die periode verlegde zich ook mijn aandachtsgebied meer naar vervangende nieuwbouw en in bevolkingscentra. En niet zozeer meer in na vervangende nieuwbouw hier op het terrein Zuid-Laren. Een van de belangrijkste activiteiten was toen de vervangende nieuwbouw voor Groot-Bronswijk. En zeker zo bewerkelijk was uiteindelijk het verkopen van het ontruimde Groot-Bronswijk. Ondertussen had Dennenoord ook, of GGZ Groningen spreken we dan over, kliniek in de stad Groningen. Woonhuisachtige huisvesting in de stad Groningen, zowel met RIBW-status als met status psychiatrisch ziekenhuis voor chronische patiënten. En verandert de organisatie GGZ Groningen van een bedrijf dat oorspronkelijk op drie plekken zijn functie uitoefende naar een regionale organisatie die geloof ik 26 vestigingsplaatsen had en 220 gebouwen, iets in die orde van grootte. Dat is zo'n beetje de eindfase. Hier op het terrein zie je dan een concentratie van centrale diensten plaatsvinden.
in gebouwen die oorspronkelijk voor patiëntenhuisvesting dienden. Worden aanpassingen gepleegd, soms zelfs grote renovaties. Die ertoe leiden dat er een toenemend leger aan ambtenaren gehuisvest kan worden. Helemaal aan de beginperiode was dat het kleine middenbeukje van het hoofdgebouw onder de bestuurskamer, wat daarvoor toereikend was. Inmiddels zit het hele hoofdgebouw, inclusief de zolder, vol met ambtenaren. Maar niet alleen het hoofdgebouw, ook het economiegebouw, Lagerhout, de Reehorst, zijn allemaal ondersteunende functies geworden en daar is geen patiënt meer gehuisvest. Dat heb je natuurlijk als alle centrale diensten van een zo groot concern als tegenwoordig Lentis is op één locatie ondergebracht moeten worden. Maar het zegt ook iets over de accentverschuivingen in de bedrijfsvoering van de psychiatrie natuurlijk. De initiatieven tot een nieuwbouw kwamen meestal uit de instelling zelf voort. Maar werden binnen het verband van de Vereniging tot Christelijke Verzorging dan al vrij snel overgenomen door het Centraal Bureau in Bennekom. Dat in feite functioneerde als bouwheer. Alle ziekenhuizen waren ook formeel eigendom van de vereniging. En Dennenoord was alleen een gebruiker van het terrein. En dat is zo, heeft zo voortgeduurd tot 2002, toen de vereniging min of meer is ontvlochten. En Dennenoord, dat op dat moment GGZ Groningen heette, eigenaar is geworden van het volledig vastgoed hier op het terrein. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Maar aanvankelijk was het toch de vereniging, en met name belichaamd door het Centraal Bureau Bennekom, dat een belangrijke rol, zo niet een bepalende rol, vervulde als het om bouwinitiatieven ging. In 1974 krijgen we in de gezondheidszorg in Nederland de beroemde structuurnota Hendricks, waarin de hele gezondheidszorg in Nederland, inclusief bouw en financiering, wordt gereglementeerd. En voor de bouw betekent dat de totstandkoming van de wet ziekenhuisvoorzieningen, waarin haarscherp is omstreven hoe je tot nieuwbouw of vervangende nieuwbouw in de gezondheidszorg moest komen. Een buitengewoon complexe wetgeving, omgeven met een wolk van medeverantwoordelijke adviseurs. Het is te veel om op te noemen, wie er aardigheid aan heeft, moet dat maar eens bestuderen. Maar de wet was in zijn werking en in zijn toepassing zo complex dat er in die jaren hele postacademische opleidingen werden verzorgd. De cursus ziekenhuisbeleid, die ik zelf ook nog heb gevolgd in de jaren 80. Om je een klein beetje vaardig te maken op in dat spel tussen adviseurs en belanghebbenden, met allemaal verschillende invalshoeken die bij de bouw betrokken werden. Geleidelijk aan zie je dan ook in de jaren 80 dat het Centraal Bureau Bennekom meer een adviserende rol krijgt op ons verzoek dan een bepalende rol. Vanaf halverwege de jaren 80 zijn er toch hoofdzakelijk eigen keuze van de organisatie, aanvankelijk van Dennenoord en de Enk, later van GGZ Groningen, die bepalend zijn geweest voor wat er werd gebouwd, waar er werd gebouwd, wie de architect was. Ook de aanbestedingen deden we zelf. En uiteindelijk heeft dat dan, zoals gezegd, in 2002 tot een volledige verzelfstandiging geleid. Nieuwbouw ging ook noodzakelijkerwijs volgens de wet gepaard met afbraak. Er kon niet nieuw gebouwd worden of er moest ook een navenant aantal klinische plaatsen worden geamoveerd, zoals dat heette. Daar waren ook sloopbudgetten voor die je gelijktijdig met nieuwbouw moest aanvragen. En
dat ging niet altijd zoals het bedoeld was. Zo weet ik uit ervaring dat we het paviljoen Lagerhout, dat al aan de patiëntenhuisvesting was onttrokken, ik geloof bij 3 verschillende nieuwbouwprojecten hebben ingeleverd als te slopen plaatsen, zonder dat het gebouw daadwerkelijk ooit gesloopt is. Uiteindelijk is dat gerenoveerd, uitgebreid en inmiddels bevolkt met medewerkers van de centrale organisatie en de ondersteunende diensten. Voor zover er dan gesloopt moest worden, ging dat niet altijd zonder slag of stoot. Niet iedereen was blij met het verdwijnen van gebouwen. En een van de meest sprekende voorbeelden daarvan is destijds de hele ophef geweest rond het verdwijnen van het theehuis. Het theehuis was een houten, ronde houten constructie met een doorsnede denk ik van 25 meter. Riet gedekt, zonder overigens plafondbetimmering. Als je er binnenin zat, zat je zo tegen het riet aan te kijken. En dat had van oorsprong een functie op het landgoed Dennenoord, want daar konden patiënten met hun bezoekers thee of koffie drinken, los van de paviljoenen waar ze woonden. Dat was de oorspronkelijke functie van het theehuis. En die kwam natuurlijk te vervallen met de bouw van het vormingscentrum De Kimme, waar een grote patiëntensociëteit in was gerealiseerd. Daarna fungeerde het theehuis vooral voor recepties, kan ik mij herinneren. 25-jarig dienstverband werd veelal gevierd in het theehuis. En de noodzaak tot afbraak diende zich dan ook aan in de koffiekopjes waar veelal stof van het rieten dak in dwarrelde. Maar het plan om het theehuis te slopen stuitte hier intern op ontzettend veel verzet. Er waren demonstraties, spandoeken, ga zo maar door, het theehuis moest blijven. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Iets anders was hoe het de watertoren is gegaan. De watertoren diende ook al geen enkel doel meer. In die tijd was het nieuwe bestemmingsplan en de monumentenstatus er nog niet. En er zijn serieuze overwegingen geweest, ook omdat het nogal een kostbaar gebouw is in onderhoud, om de watertoren te slopen. Nou, dat heeft zoveel verzet en maatschappelijke oppositie gegeven dat dat plan is laten varen. En uiteindelijk is de watertoren gebleven, tot op vandaag de dag. En is het zelfs een rijksmonument. En hij verdient nu een beetje zijn geld terug, doordat een mooi hoog punt is. En in de jaren 90 een geweldige behoefte is aan zenderopstelplaatsen voor de mobiele telefoonnetten. En aanvankelijk was dat natuurlijk alleen KPN. Maar later kwamen daar in het kader van de liberalisering van de telecommarkt steeds meer bij. Dus inmiddels staat die hele watertoren vol met antennes en schakelkasten van verschillende telecomproviders. Met als enige voorwaarde dat we aan de buitenkant absoluut geen antennetroep willen hebben. Er staat één klein antennemastje van toenmalige KPN op het dak en daar blijft het bij. Verder moet alles inpandig staan. Maar het staat mutvol. Ik kijk al ver voordat er daadwerkelijk sprake was van verplaatsing van psychiatrische patiënten naar bevolkingsconcentraties en de daarmee samenhangende nieuwbouw, was er in de inrichting Dennenoord, psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord, al lang, zeker sinds de jaren 70, een beweging gaande van meer openheid, het terrein openstellen. Ik heb al wel eens de term omgekeerde integratie daarbij gehoord. Dat niet de psychiatrische patiënten in het dorp moesten integreren, maar dat het dorp het psychiatrisch ziekenhuis in werd gehaald, in het vormingscentrum De Kimme, met zijn Schouwburgtheater.
En in die tijd zie je ook het verdwijnen van de hekken. En de Stichtingskerk heet dan niet meer Stichtingskerk, maar wordt Ontmoetingskerk. Meer in de stijl van de omgekeerde integratie. De samenleving ontmoet de patiënt. En dan verdwijnt ook de gesloten laanstructuur langs de hoofdlaan en de grote hekken. En worden vervangen door de karakteristieke bakstenen muurtjes die er nu nog staan. En die in feite met het mooie opschrift Dennenoord, in feite de open armen symboliseren waarmee Dennenoord de samenleving ontvangt en naar binnen lokt. Dat is zo'n beetje, heb ik mij laten vertellen, de symboliek van die muurtjes. Overigens, toen Dennenoord opging in GGZ Groningen, toen was het spreken over Dennenoord als zodanig taboe. En alle verwijzing naar naamgeving van de fusiepartners moest komen te vervallen. Dat speelde zich af bij Groot Bronswijk onder andere, waar Groot Bronswijk bij het hoofdgebouw op het hek stond. Dat moest weg. De letters RIAG moesten van het RIAG-gebouw af. En mij is bij herhaling opdracht gegeven om de fraaie letters Dennenoord van dat muurtje af te halen. Want het is goed dat die letters zijn gebleven en dat Dennenoord Dennenoord is blijven heten. En dat blijkt ook wel, want GGZ Groningen is inmiddels ook een verloren gegaan begrip. En ik weet niet hoe lang Lentes het volhoudt. Maar Dennenoord blijft, zeker in de beleving van Zuid-Laren, tot in lengte van jaren gewoon Dennenoord. En zo moet het ook.